Hallo allemaal, super hartelijk welkom terug bij The Sims 4 op Crazy Coon. The Sims 4 was een van de suggesties die werd gedaan via de Discord in mijn kanaal Game Suggesties voor Coon. En de reacties waren nog steeds heel positief, dus gaan wij vandaag verder met The Sims 4. En gaan we verder met Fred Vrolijk, die natuurlijk net promotie gemaakt heeft op zijn werk en die net besloten heeft dat hij klaar is voor een relatie. We zijn de vorige keer op bed gaan liggen en daar zijn we eigenlijk geëindigd. Dus hier zijn we, Vrolijk. We zijn aanvoerder van het dansteam. We moeten eigenlijk nog charisma niveau 4 en fitnessvaardigheid niveau 4 beginnen. Maar we zijn flirterig geëindigd. We hebben natuurlijk ook verschillende opties als het gaat om mensen die we zouden kunnen uitnodigen voor een gezellige tijd. Elisa Pancakes, Nina Heethart is een optie. Cora van Kerkhof hadden we de vorige keer per ongeluk uitgenodigd. Maar Karin en ik hadden vooral onze zinnen gezet op... Laten we even kijken. Ah, daar is ze. Summer Holiday. Waar we momenteel eigenlijk nog heel weinig van weten op de woensdagavond. En we duiken ook direct ons bed in, want dat is volgens mij het enige dat we echt moeten doen. Oh, schijnbaar niet. We zijn helemaal niet moe. Maar hey, als we niet moe zijn, dan weet ik iets anders. Kunnen we hier werken? Nee, dat gaan we niet doen. Misschien moeten we even onze toespraak oefenen. Ja, hoppatee. Ik heb geen idee waar jij het allemaal over hebt, gozer. Maar ik ben blij dat dit goed gaat. Yes, gelukt. Charisma niveau 4 is bereikt. En dat betekent dat wij heel snel naar de wc moeten gaan. Of eigenlijk dat Fred naar de wc moet gaan. Fred! Denk om je alles. Serieus? Ga je hiermee door? Totdat je het in je broek doet? Dat zou een interessante ontwikkeling zijn. Oh nee. Toch niet. Wat wil Fred? Ja, een relatie dus aangaan, hè? Dat is toch wel... Ja, een van de dingen die hij graag wil. Laten we... een macaronietje met kaas maken. Zodat we even kunnen gaan eten. Kijk. Daar voelen we ons weer een stukje beter van. En ik weet dat het gek is, maar ik wil toch even met Fred gaan joggen. Geen enkele sim vindt het fijn om zich ongemakkelijk en uit de put te voelen. Ja, dat weet ik. En misschien is om 2:30 s'nachts gaan hardlopen ook niet... de meest fantastische keuze, dat geef ik toe. Oké, goed. Laten we zeggen... het is tijd om te gaan slapen. Goed, we worden wakker en we worden wakker gebeld. Zelfs door Cora van Kerkhof. Die zegt, hoi Fred, ik heb zin om iets nieuws en spannends te proberen. Iets als een andere baan. Wat vind jij? Je moet je hart volgen. In dit geval zou ik zeggen, hart volgen. En liefdesdag begint morgen. We kunnen liefdesvoorwerpen ook weergeven. Oké, en als liefdesdag morgen begint, moeten we misschien vandaag proberen om iets met onze vrienden te doen. Hey, we hebben een prestatie. Introvert. Laat een sim 24 uur achter elkaar niks sociaals doen. Oké. Nou, ik ben blij dat we die prestatie gehaald hebben. We moeten denk ik eerst even iets voor onszelf zorgen. Dat betekent dat we dit doen. Dat betekent dat we even naar de wc gaan. Dat betekent dat we toch ook maar weer lunchen met macaroni en kaas. Cora zegt, ik heb een nieuwe baan gekregen. Wat cool. We hebben koken niveau 2 bereikt. We zijn supergoed bezig. Kijk, onze honger. Nom nom. Heerlijk. Potjes even opruimen. En misschien moeten we dan gewoon eventjes tv gaan kijken. Voor ons plezier. En we hoeven pas over 24 uur te werken. Dus dat betekent dat wij vandaag... inderdaad best iets kunnen gaan doen aan onze relaties. Even kijken. Met Elisa flirten?
Wie is Elisa? Wie is Elisa nog maar weer? Oh, Elisa Pancakes. Ja, maar Fred, we hadden toch net aan het begin gezegd dat we iets anders gingen doen. En dan moet ik alleen even kijken. Daar, Summer. We gaan Summer uitnodigen om te chillen. Yay, Summer Holiday komt zo langs. Cool, dan kunnen we direct onze sociale gebeuren doen. We laten haar gewoon rustig even aanbellen. En we gaan haar een compliment geven over haar kleding. Oeh, ze is een beetje speels. Hoe was haar dag? Vragen of ze vrijgezel is. Compliment geven over uiterlijk. Eigenlijk willen we dat natuurlijk wel, hè? Enthousiast zijn over honden. Nog een keer een compliment over het uiterlijk. En we gaan het gewoon vragen. Is ze vrijgezel? Fred is net te weten gekomen dat Summer vrijgezel is. Dat is super. Ik weet niet of we haar op dit moment moeten vragen of moeten zeggen dat we haar eventueel leuk vinden. We kunnen natuurlijk wel een versiertruc proberen. Waarom niet? Oh, we hebben een nieuwe vissoort ontdekt. Top. Dit is een goed gesprek. Geen gevoelens op dit moment. Doe een sexy pose. Waarom niet, Fred? Doe vrolijk. Probeer wat romantisch te zeggen. Nog een keer een compliment geven over het uiterlijk. We zijn goed bezig, volgens mij. Eerste kus? Gaat dat lukken? Dat zou wel heel rap werk zijn. Oeh, dit is voor Summer en Fred allebei hun eerste zoen. Oeh. Raar, en het is gewoon gelukt. Wauw. Onze eerste kus met de zomervakantie. We zijn allebei, of vooral zij is flirter, vaste verkering vragen. Handje vasthouden, laten we handje, we moeten rustig aan doen. Maar we hebben op dit moment toch nog steeds geen gevoelens. Kunnen nog verleidelijk fluisteren en laten we haar mee uitvragen. Waarom niet? We doen het gewoon. We hebben nog even. Juist. Ik neem aan dat dit betekent dat ze geaccepteerd heeft. Even kijken, waar willen we dan vervolgens heen, is natuurlijk de grote vraag. Is er hier in Brindleton Bay? Ja, laten we even kijken. Dit is een museum. Een park. En dat is hondvriendelijk. Laten we naar een park gaan. Ja. Want Fred is een dierenvriend. Dus een park is een prima keuze, zou ik denken. Iets gezelligs doen met je... Even kijken, we hebben 3 doelen. Voornaamste doel, gezellig doen met je afspraakje. Zittend met je afspraakje praten en flirten. En heel veel gebeurt eigenlijk gewoon al vanzelf. Hoppa. Oh, een massage geven. Gepassioneerd zoenen. Maar, oh, in de regen zoenen. Maar waar is nu de optie om een massage te geven dan? We hebben het in elk geval naar ons zin. Wow, Fred, rustig aan, man. Rustig aan. Oh, wacht. Hier zijn bankjes. Samen zitten. Kijk, 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 kijk. Als zij nu meegaat, dat zou helemaal top zijn. En
nu gewoon opfleuren. Kijk, hartstikke goed. Grappen maken met je afspraakje, dat kunnen wij natuurlijk. Oh, kijk, massage geven. Daarvoor moesten we dus zitten. Dat is interessant. Grappen maken met je afspraakje. Eerst denk ik hier. Laten we een grap maken over de mode. Goed zo. Kijk, perfect. We hebben gewoon hier het perfecte afspraakje, zo ongeveer. Klop, klop op. Beetje een gekke... Ja, maar dat werkt wel. Cool. Dan doen we dat nog een keer. Grappig. Klop, klop op. En meer keuzes. Grappig. Grap maken over de mode. En dan... zou ik toch denken... dat we alles gedaan hebben. Diepgaande gesprekken voeren met je afspraakje. We gaan gewoon door. Is dat hier ergens? Juist. Diepgaand gesprek. En nog een keer. Vriendelijk. Meer. Diepgaand gesprek. Het is op zich wel makkelijk dat het spel ons zo soort van meeneemt door wat we moeten doen. En we zijn heel flirterig. Interessant. Wat gebeurt er als je zegt vrijen? Ik bedoel, we zijn het nu toch aan het proberen. Ze maken het wel gezellig. Staat er hier nu nog iets? Geen gevoelens, nog steeds. Hoe kun je dit allemaal doen en geen gevoelens hebben? Misschien moeten we ook onszelf even in de gaten houden. Oké. We good. Wat gebeurt er als die balk vol is? Diep in de ogen kijken, waarom niet? Het gaat een beetje moeilijk met Fred's zonnebril, maar schijnbaar kan het. En misschien moeten we toch ook gewoon eventjes praten nog steeds. Want kijk, ik zie dat het een nu helemaal vol is, maar het andere niet. Laten we haar allemaal dingen vragen. Muzieksmaak, carrière. Ik bedoel, we zijn natuurlijk wel heel, heel erg er gewoon ingesprongen. Ze heeft een hekel aan elektronische muziek. En onze tijd zit er bijna op, nog 41 minuten. Dat is prima. Ze werkt als hoofdafwasser. Hobbies? Wat voor een hobby's hebben we? Ik weet niet wat er gebeurt als we een actie ondernemen. Ze is actief. Nou, dat is gunstig. Oh, dat gebeurt met een actie ondernemen. Een versiertrucje. De klassieker zo. Ah. Ja, ik zou zeggen super. Laten we nog eventjes naar hobby's vragen. Afspraakje is voltooid. Legendarisch afspraakje. Er ligt iets in de huishouds inventaris van je sim om nooit te vergeten. Oh, gaan we schaken? Schijnbaar gaan we toch niet schaken. Even kijken, misschien... er stond net ergens iets met een afscheid. Maar... oh hier. Misschien met het oog op de tijd en ons werk...
moeten we dat gaan doen. Dus, we hebben afscheid genomen. En dat betekent dat we weer kunnen gaan reizen. Oh, we hadden nog veel meer plekken gehad zelfs om heen te gaan. Hemel, krijg een kind? Nu al? Fred? Fred, wat wil je? Oeh, wat een coole... cool standbeeld. Jemig, Fred, wat voor een doelen heb jij wel niet, man? Een beetje rustig aan. Wij willen gewoon eventjes naar de wc. Dan eten we gewoon maar even een snelle maaltijd. Boterham met pindakaas zou ik denken. Oh, het is liefdesdag vandaag van 6 tot 2. We willen graag een afspraakje hebben. We willen bloemen geven en romantisch zijn. Nou, volgens mij kunnen we daar toch met Summer best iets mee doen. De vraag is natuurlijk alleen, hoe zit het met ons werk? Wij worden vandaag om 2 uur opgehaald om te werken. Dus dat is over 2 uur. En we zijn dan om 9 uur thuis. Summer, snelle vraag. Hester de Graaf en ik willen wat tijd met elkaar doorbrengen. Ik neem aan dat het gewoon allemaal goed bedoeld is. Hoi Fred, ik ben het Summer. Wil je op een afspraakje gaan? Nachtclub de Blue Velvet. Sowieso. Oh, missen we hierdoor nu ons werk? Ah, ze is het waard. We wilden toch dierenarts worden en zo. Het is prima. Compliment geven over uiterlijk. En we willen natuurlijk eigenlijk ook een liefdesdag cadeau geven, toch? Ja, liefdesdag cadeau. Een afspraakje hebben zouden we volgens mij gedaan moeten hebben. Cadeau kopen. Via de telefoon. Wacht even. Via de telefoon. Dus telefoon. Een roos is sowieso een bloem. Wat zijn bloemen duur? Ah, we doen er nog een tulp bij. Oké. Okay. En dan kunnen we haar nu dus een roos aanbieden. Kijk, en dan hebben we dus bloemen gegeven en dat gedaan. En alleen het afspraakje hebben dan schijnbaar nog niet, ondanks dat we momenteel op een afspraakje zijn. Ja, mee uitvragen kan dus niet, want we dat hebben we al. Hoe voelen we ons nu? Gevoelens voor Summer. Verliefd gevoel en smoorverliefd. Dus... gaan we vaste verkering vragen? Laten we eerst naar liefje worden vragen doen. Want ik neem aan dat dat de voorstap is. Ik weet het ook niet zeker. Heeft het op het moment nog wat druk? Moet hij toch naar het werk gaan? Nee, laten we een vakantiedag opnemen. Fred, is de romantische voorkeur van Summer te weten gekomen, ja? En wat is die? Ik ben het nog allemaal aan het verkennen. Ik moet het allemaal nog een beetje uitvogelen. Laten we onze aantrekking bekennen. Waarom niet? Oneindige liefde verklaren is misschien wel heel heftig. Onder de Marita liefdesdag delen. Laten we dat doen. Is dat ook onze laatste... Of moeten we daarvoor toch naar huis? Misschien dat we daar toch voor naar huis moeten. En dat zullen we zeker... We zullen er zeker nog meer maken. Gevoel verdiend. Het is fijn om zo... om met iemand te zijn waarmee ik uren kan praten.
Hechter door quality time, verbonden gevoel. Fred wil gewoon het beste voor Summer en vindt haar geweldig. Oh, die puppy ogen er ook bij. Oh man. Even kijken, we hebben tot 2 uur 's nachts de tijd. Dus, kijk, ons afspraakje. We hebben nog 1 uur. En dan kunnen we natuurlijk daarna haar bij ons thuis uitnodigen en haar dan mee uitvragen. Dit is een hele complexe manier om ervoor te zorgen dat dit gewoon allemaal werkt. Moeten we even advies over de relatie geven? Ik zit namelijk naar die groene balk te kijken. Die is ook bijna vol. Dus misschien als we toch nog vriendelijk zijn en we vragen naar de favoriete kleur. En we zijn vriendelijk en we zeggen leren kennen. Yo, gozer. Wat sta jij te doen, man? Ja, ongemakkelijke ontmoeting inderdaad, ja. Er is een gespannen sfeertje ontstaan. Snap ik. Ga weg. Hier, ik zal je even laten zien dat je niet gewenst bent. Kijk, ja, doei inderdaad, ja. Kijk, dat is dus alles voor Liefdesdag. Precies, kerel. Kijk, dat is wat je dus aan het verstoren bent, hè. Nou. Liefdesdag geslaagd. We kunnen hem ook een roos aanbieden? Nee. Het is wel Liefdesdag. Moeten we dit toch nog doen? We doen het gewoon. We vragen verkering. Zei ze nou ja? En weg is ze. Wat een afsluitende manier. Maar romantisch. Summer. Hoppa. Ze is extravert, ze is actief. En ze is Fred vriendinnetje. Dat hebben we toch super goed gedaan. En daarmee gaan we deze video ook afsluiten. Vond je het tof? Beloon hem dan zeker met een duimpje omhoog. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe. Ik was Crazy Koen. Ik zie jullie heel graag dan. En kun je niet wachten tot dan? Klik dan op een van de 2 video's naast mij. En kijk lekker verder. Toppers, how do?